Van der Wal begon in 1924 als lokaal taxibedrijf en groeide uit tot een allround internationaal logistiek dienstverlener met verschillende vestigingen in Europa. De veelzijdigheid van deze innovatieve onderneming zien we onder andere terug aan de verschillende logistieke PL-totaalpakketten. In de komende afleveringen komen we uitgebreid op deze specialismen terug. Het Utrechtse familiebedrijf is een duurzame onderneming en er wordt veel waarde gehecht aan de mensen die hier werken. Oftewel, driven by people, onder leiding van directeur Henk van der Wal. Als bedrijf staan wij nu, denk ik, een heel stuk van de beginsituatie af. We zijn geëvolueerd van een zeer nationaal opererend bedrijf naar een internationaal bedrijf. En sinds een aantal jaren bieden we niet alleen puur de fysieke transportmogelijkheden aan, maar ook, zoals wij dat noemen, 3- en 4PL-activiteiten. En dat betekent in feite dat we transport organiseren en in ieder geval gebruik maken van wielen van andere bedrijven. Sinds 1975 rijden wij zeer frequent naar de voormalige Sovjet-Unie. En wij waren daar niet in de eerste, maar wel een van de eerste. En ik denk ook wel een van degenen die dat het langste doet. En die know-how die wordt ondersteund door onze dochterbedrijven in de voormalige Sovjet-Unie. Dus we hebben vestigingen in Rusland, in Saratov. Maar ook in Azerbeidzjan, in Baku en in Atyrau in Kazachstan. Van der Wal volgt ook de logistieke ontwikkeling in Amerika met belangstelling. Amerika is, hoe gek dat ook mag klinken, op het gebied van wegtransport voor mij altijd wel een voorbeeld geweest. Dus ik ben er ook een aantal keren op reis geweest om te kijken van hoe doen ze dat daar. En dan zie je in Amerika, in tegenstelling tot Europa, dat ze daar gigantisch grote wegvervoerstransportbedrijven hebben. Bedrijven met 20.000 vrachtwagens. Iets wat je in Europa natuurlijk niet ziet. En wij hebben contact met een hele grote club in Amerika. Die heet Coyote. En met Coyote werken wij samen. Dus wij gebruiken hun software en we gebruiken voor een deel ook hun methodiek. Duurzaamheid en reductie van CO2 zijn kernwaarden voor Van der Wal. Wij proberen onze klanten altijd het meest efficiënt transport te leveren. En wij zijn er vanuit ons diepste van overtuigd dat efficiënt transport ook duurzaam transport is. En wij waren ook een van de eerste die de Green & Lean Award kregen. En dat deden we niet als transportbedrijf, maar dat hebben we gedaan in samenwerking met Rockwool, een van onze grootste verladers. Maar je ziet naast dat aspect zie je dat we constant bezig zijn om te kijken of wij op de een of andere manier optimale oplossingen voor de klanten kunnen bedenken. En dan gaat het altijd over efficiënt transport. Dan gaat het altijd over het kijken naar een, wij noemen dat dan heel mooi, pallet footprint. Wat is nou uiteindelijk de kosten, de belasting van het vervoer van één pallet? Maar het gaat natuurlijk ook over de lege kilometers, over het brandstofverbruik, over het opleiden van chauffeurs. En dat stopt nooit. Daarnaast kijken we natuurlijk naar de meest optimale concepten voor onze klanten. Dus we hebben voor klanten voertuigen ontwikkeld die uiteindelijk zorgen voor een 20% grotere beladingsgraad. Soms wel eens 30% grotere beladingsgraad. En dat levert natuurlijk gelijk de nodige besparingen op. Als we voertuigen kopen, dan kopen we zeker Euro 6 voertuigen. Maar we zitten op dit moment wel heel goed te kijken in welke pk-klasse wij vrachtwagens moeten kopen. Wij hebben eigenlijk standaard altijd voertuigen met 400 pk. En de vraag is of dat noodzakelijk is. En of je niet uiteindelijk een stap terug moet doen naar een 300 pk voertuig om op die manier je milieubelasting, je brandstofverbruik te verbeteren. Transport kan nog verder worden verduurzaamd en daarover wil Van der Wal graag afspraken maken met de betrokken partijen. Kijk, die carbon footprint die wordt nadelig beïnvloed door alle hobbels die in het wegvervoer zitten. Pieken in volume, tijdsleveringen, dat zijn dingen die een cream zijn als je het hebt over wegvervoer. Ja, daar willen we met klanten gewoon gericht over praten. Andere modaliteiten horen daar gewoon bij. Er hoort een stuk trein bij, er hoort zeker short sea bij, een stuk binnenvaart. Maar dat moet veel meer als één gezien worden. En ook veel meer, dan heb je de klanten natuurlijk bij nodig. Veel meer ook gekeken worden of het product dusdanig gemaakt en verpakt kan worden dat het in al die modaliteiten ook optimaal past. En daar ontbreekt het natuurlijk ook nog wel aan. Henk van der Wal is een ondernemer met een heldere visie en een man met duidelijke ideeën om samen te werken. De komende weken besteedt RTL Transportwereld eraan uitgebreid aandacht.
Meer informatie over logistiek dienstverlener Van der Wal vind je op rtltransportwereld.nl.